Beste badmintonvrienden, vanuit huis spreek ik jullie toe in deze hele bijzondere tijd. Het coronavirus laat zijn sporen duidelijk na. Allereerst wil ik natuurlijk alle mensen die ziek zijn of zich ziek voelen natuurlijk heel veel beterschap wensen. En mensen die in hun omgeving iemand hebben die er zelfs aan overleden is natuurlijk heel veel sterkte wensen in deze hele bizarre tijd. Het maatschappelijk leven ligt helemaal stil en dat geldt dus ook voor de sport en ook voor onze geliefde badmintonsport. We hebben helaas als bestuur alle toernooien, competities en evenementen moeten afgelasten en ook de vergaderingen gaan niet door. Dat is natuurlijk een hele bijzondere tijd, want dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel vragen bij jullie leven, die we helaas nu niet zomaar kunnen beantwoorden. Gelukkig is iedereen nog actief en op het bureau kunt u natuurlijk altijd uw vragen kwijt en op www.badminton.nl zijn er natuurlijk heel veel informatie waar u altijd op terug kunt vallen. Het is belangrijk dat we dit nu samen doorstaan en dat we samen verder optrekken om dit tot een goed einde te brengen. Ik realiseer me dat dat niet eenvoudig is en ik hoop als voorzitter, en dat doe ik ook namens het bestuur, wil ik u heel veel sterkte toewensen deze komende periode. En als er vragen zijn, dan weet u ons te vinden. Ik hoop met recht dat we straks in het najaar weer gezellig onze geliefde badmintonsport kunnen beoefenen. Dank u wel.